Boven het plein Zand in Brugge hangt sinds 5 uur vanmiddag een gigantische zeppelin. En die grote ballon heeft een nogal opvallende vorm. Het gaat om een kunstwerk van de Poolse kunstenaar Paweł Althamer en dient als lokaas voor een grote tentoonstelling in Brugge later deze maand. Een verslag van Thijs Mauro. Zo kijken toeristen en Bruggelingen sedert vanmiddag naar hun naakte man. Vanmorgen zat hij nog opgeborgen in een kist, maar beetje bij beetje werd hij opgeblazen voor een vlucht van een week boven Brugge. Die ballon meet 21 meter lang en 6 meter breed en 3 meter dik in feite. Dus die zijn we nu aan het vullen met helium. Daar gaat 190 kubiek helium in. Vanop het concertgebouw is dit het resultaat. Het kunstwerk stelt de Poolse kunstenaar Paweł Althamer zelf voor, die boven de stad zweeft, net als in één van zijn dromen. Het is wonderbaar, het is ongelooflijk mooi, ik kan me dat zeggen. Het is prachtig. Hij heeft zwart haar. En hij zit ook helemaal in zijn blootje. Een blote man boven de stad, het is inderdaad is iets anders. Voor ons is het geen enkel probleem. In 2005 hebben we hier 2000 naakten in Brugge gehad met een project van Spencer Tunick. Het is wel zo dat in Italië, waar het gehangen heeft, het daar nogal wat commotie heeft veroorzaakt. Maar we weten zeker dat Brugge dit aan kan. Ik zie het eigenlijk niet als een provocatie. Ik zie het eigenlijk gewoon als een, hoe moet ik het zeggen, het menselijk lichaam in de ruimte. Ja, veel heeft hij niet aan, hè? Nee. Jammer. Stoort u dat? Oh, nee. Wij waren met 14 kinderen thuis, dus ik heb hier gezien niet. U schrikt er niet van? Nee.